Hele opvallende tegenstanders op de training bij NEC. Ze verwachten waarschijnlijk een statisch FC Os zondag. Bij de Nijmegenaren keert Tom Dame terug na een schorsing. En wellicht zat ook Christian Santos na zijn 2 doelpunten tegen Den Bosch in de basis. De IJslander Christian Emilsson is er nog niet bij. Hij traint even mee, maar gaat al snel weer naar binnen. Wel van de partij natuurlijk Alireza Jahanbars. Hij geeft dit seizoen bijzonder veel assists, al 9 tot nu toe. That's really good because I talk already with the some players who playing the more close to goal. I talk with them. I say if you want, I can give you more assists because of I always trying to do my best for the match for the team. So that's you're not selfish. Yeah, of course not, because I try to do it to playing with my teammate and actually we are like a team, not like a person. De vraag is natuurlijk wat er in de winterstop gebeurt met Jahanbars. Of hij nog verkocht wordt door NEC. Yeah, I don't know. We're gonna talk about that in the future and next few weeks. Because yeah, I don't know what happening in the future. So just I'm thinking about now and just as you playing for NEC, that's really nice. So. Gaat er nog wat gebeuren in de winterstop? Ik ga er verder niks meer over zeggen. Ik krijg elke week de vraag en het wordt constant verdraaid. Ik heb het naar mijn zin en ik heb nu als doel om kampioen te worden en daar gaan we vol voor. Uiteindelijk heeft Tom Dame, de zware tegenstander op de training, volledig onder controle.